Vandaag gaan we statisch snoeken, maar dan op afstand. Het is niet echt mijn specialiteit, maar ik ga met Rob Kuipers op een grote recreatieplas om te zien hoe dat allemaal werkt. Hopelijk steken we wat op. Ik zou er al bij tijd zijn, dus ik ga snel vertrekken. Et voilà. Dat is een tom-tom, joh, dat is raar, die boot verdwaald. Wat zijn jullie aan het doen? Goedemorgen. Helemaal niet nieuwsgierig hoor, maar heel erg benieuwd wat je nou met dat ding aan het doen bent. De Leiland uitvaart. De Leiland uitvaart? Ja, die had ik nog niet bedacht. Oké. Okay. En hij heeft straks zo'n... Dat is de bedoeling, dat is het idee. Ze zitten er wel. Ja, ze zitten er zeker. Alleen nou is dat afwachten of... En kun je nou ook onder water kijken? Wel zien hoe diep het is, ja. Ja, ja, dat wel. Ja. Maar je hebt niet zo'n sonarbeeldje van, oh, daar zit een vis. Nee. Maar en hoe diep is het daar? 10,5 meter. Oh, dat is mooi. Oké, staan drinken. Ja. Hey, succes! Ja, bedankt. Nou, alles ligt in. Het is even een werkje, want we hebben verschillende hengels op 150 meter of meer liggen. Dus dat is een aardig stukje, daar ben ik ook niet gewend. Nou, wat de noodzaak is in elk geval, dat we een gevlochten nylon gebruiken. Gewoon puur omdat daar geen rek in zit. Het is sterk materiaal. En een aanbeet moet je gewoon snel zien, dus dat is belangrijk. We wachten rustig af, Rob is vol vertrouwen. Ik ben nog sceptisch, maar dat is door gebrek aan ervaring. Tot zo weer. Dus het is toch gelukt. 83 erop was je, hè? Ja, 84. 84. Zet hem terug, denk ik. Ik denk dat daar ook een alles golven of iets was. Ik voelde helemaal niks. Ah. Nou, kijk, daar, zie je hem? Teringzaak vreet gewoon met een sardino. Mooi kloot erop. Gek, dat is geen probleem in Nederland. Net weer thuis van de lange afstand snoeksessie met Rob. We hebben redelijk wat pech gehad. Tot twee keer toe pikte een aalscholver ons aas op van respectievelijk 5 en 7 meter diepte. Die ging er vandoor met de sardine en de voren. Dus dat was even schrikken en we dachten werkelijk dat we beter hadden, maar dat viel dus tegen. Verder heb ik dan één snoek mogen vangen van 84 centimeter. En daar ben ik heel blij mee, want het was toch een leuke opsteker deze dag. De volgende keer weer meer. Wil je alles weten over de roofvisserij? Check dan www.deroofvis.nl of koop het magazine De Roofvis in kiosk of neem een abonnement. En tot snel. Vang ze!